een stuk wat, op, wat een hele mooie verhaallijn heeft. Een Aristotelische verhaallijn noemen we dat. Dus je hebt ook sommige heel postmoderne stukken en die zijn heel abstract als abstracte beeldende kunst of zo. Maar dit stuk is juist eigenlijk heel mooi verteld. En dat kan ik ook heel mooi analyseren. Dus ik deel het hele stuk in korte stukjes. En dan benoem ik steeds in elk stukje wat het gevecht is tussen de personages. Dat vind ik leuk. Kun je dat erin houden? Thank you.